Yes mensen, hier weer een nieuw filmpje. En in dit filmpje ga ik iets vertellen over als je een formule moet maken waarin informatie wordt gegeven met dat het dezelfde richtingcoëfficiënt heeft of hetzelfde begingetal. Laat ik je even zien aan de hand van wat voorbeeldjes, zodat het misschien wat makkelijker is. Het is eigenlijk het verlengde van het vorige filmpje. Dus eerst moet je wel even weten hoe je formules moet maken van de grafiek voordat je hieraan begint. Want anders dan, ja, dan snap je er eigenlijk helemaal niks van. Nou, eerst even het maken van een formule. Ik heb hier een grafiek en hier wordt er eigenlijk de eerste vraag gesteld. Ja, maak de formule die hoort bij een kaars die aan het uitbranden is. De lengte wordt aangegeven van de kaars voordat je hem aansteekt. Die is namelijk 25 centimeter. En daarna brandt die steeds rustiger op. Nou, en nou is de vraag, ja, welke formule hoort hierbij? Nou, stap nummer 1 was het vinden van onze richtingcoëfficiënt. Nou, de richtingcoëfficiënt gingen we twee punten pakken die we goed kunnen aflezen. Dit is een mooi punt wat ik goed kan aflezen. En dan zie ik hier nog een rood punt wat ik goed kan aflezen. Ja, en dan ga ik kijken hoeveel stappen ga ik nou naar rechts en hoeveel stappen ga ik nou naar beneden. Ja, maak voor jezelf zo'n driehoekje. Maak het ook niet te moeilijk voor je. Nou, ik ga 5 stapjes naar rechts en ik ging naar beneden van 25 naar 15, 10 naar beneden. Dus de richtingcoëfficiënt die hierbij hoort is min 10 gedeeld door 5. Nou, en min 10 gedeeld door 5 is min 2. Dat betekent dus dat na elk uur dat de kaars brandt, de 2 centimeter eraf gaat. Nou, als we gaan kijken wat je begingetal is. Je begingetal was het getal wat snijdt, wat de verticale as snijdt. Ja? Dus bij 25, daar begint hij. Dus je begingetal is 25. Nou, aan de hand van die twee gegevens ga ik mijn formule maken. En die formule staat helemaal rechtsboven in het scherm. Wat is de variabele op de verticale as? Nou, dat is de lengte in centimeters. Dus lengte centimeter. Is je begingetal 25. Met de richtingcoëfficiënt, maar dit is een negatieve richtingcoëfficiënt, dus min 2. En dan de brandtijd. Dus keer tijd. Laat ik even in plaats van brandtijd in uren gewoon het woord tijd noemen. Ja? Nou, maak ik hier een letterformule van, dan krijg je dus L is 25 min 2t. Nou, dat is echt stap 1, dus het maken van je formule. Nou, als ik nou ga even kijken naar de vragen die gegeven worden, dan is de eerste vraag: wat is de nieuwe formule als het begingetal 20 is, maar evenwijdig loopt met de rode grafiek? Nou, evenwijdig lopen wil dus zeggen dat de grafiek dezelfde richting heeft. Ja? Het begingetal is 20, maar dezelfde richting, laat ik hem even tekenen, zou dit er zo uitzien. Dat betekent dus dat de richtingcoëfficiënt exact hetzelfde is. Dus die min 2 blijft min 2. Alleen je begingetal is nu in plaats van 25, 20, want er wordt gegeven. Dus je begingetal, of sorry, je richtingcoëfficiënt, die blijft min 2. Maar je begingetal is nu in plaats van 25, 20. Nou, de formule die er nou bij hoort is dus de L van lengte is je begingetal 20 en dan min 2t. Ja, dus dat is de formule die erbij hoort bij vraag 1. Bij vraag 2 zeggen ze: wat is de nieuwe formule als het begingetal hetzelfde is als die van de rode grafiek, maar dat de richtingcoëfficiënt nu min 5 is? Nou, dus je richtingcoëfficiënt is nu gegeven is min 5. Ja, en het begingetal is hetzelfde als de rode grafiek. En daar was mijn begingetal 25. Mijn begingetal
is daar 25. Nou, en dan ga ik de formule maken. Lengte is 25 min 5t. Zo. Nou, en dat is de formule die hoort bij de tweede vraag. Zo. Yes. Dus heb ik te maken met evenwijdigheid, wat werd gevraagd bij de eerste vraag, evenwijdig. Dan wil het zeggen dat de richtingcoëfficiënt gelijk is. Hebben we te maken met dat het begingetal hetzelfde is of dat de kaas even groot is, zo had ik hem ook kunnen stellen. We wilden zeggen dat het begingetal gelijk blijft. Ja? Nou, dit soort voorbeeldjes, sommetjes, ga je ook nog zien in het boek. Oefen. Trouwens, laat ik even die laatste grafiek ook nog even laten zien. Hè? Dus hier is mijn begingetal 25 en steeds je stapgrootte 5 omlaag. Nou, dan krijg je hem zo eruit zien. Oefen lekker met de opgaves. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik natuurlijk graag van jullie. Succes!